Duurzaamheid komt overal terug. Investeren in personeel. Schone technologie voor iedereen. Dit is Sky Regio, het programma met goed zakelijk nieuws en volop vacatures uit de stedendriehoek. Met natuurlijk de gemeente Voorst als economisch kloppend hart. Vandaag zijn wij te gast in de showroom van Intermontage in Terwolde. En het thema van deze uitzending is duurzaamheid in de breedste zin des woords: milieu, mensen en ondernemen. We beginnen met onze eerste gast, vaste gast en toch een nieuw gezicht. Van Dalen Installatietechniek, Maaike Mulder, welkom. Dank je. Van Dalen hebben we al vaker aan tafel, eerste keer dat jij er bent. Ja. Wat is jouw rol binnen Van Dalen? Kun je dat vertellen? Ik ben verantwoordelijk voor de marketing en communicatie bij Van Dalen. En dat doe ik nu sinds een maand of 5. Dus opstartende fase. Ja. Ja. En marketing, communicatie, ben je dus ook heel veel bezig met, zeg maar, identiteit, beeld naar buiten bepalen. Ja. Ja. Wat voor identiteit heeft Van Dalen? Waar denken wij dan aan? Nou, samenwerken is, dat is echt wel een speerpunt van Van Dalen. Zodat niet alleen de installaties duurzaam zijn, maar ook de relaties met onze klanten. Ja. Dus daar staan we wel voor. Ja. En betrouwbaarheid en flexibiliteit en snelheid, dat zijn echt wel de kernwaarden van Van Dalen. En die willen we ook graag uitdragen. Ja, ja. En duurzaamheid komt ook terug in de projecten die jullie maken. En nu begreep ik dat jullie, even goed kijken, de eerste energie-neutrale parkeergarage van Nederland hebben opgeleverd. Ja. Ja. Vertel, hoe ziet zo'n parkeergarage eruit? Die nieuwe parkeergarage die is in Driebergen-Zeist. Daar kunnen 600 auto's in. Mm-hmm. Dat is inderdaad de eerste energie-neutrale parkeergarage van Nederland. Er liggen nu 456 zonnepanelen op het dak. Straks als er nog meer elektrische laadpalen zijn geplaatst, dan komen er nog 270 bij. En dat betekent dat de energie die daaruit opgewekt wordt, dat die gebruikt kan worden voor alles wat daaronder gebeurt. Ja, en als je kijkt naar de beelden, dan ziet het er ook nog eens een keer fantastisch uit als je binnenkomt. Ja, hè? Zeker. Ja, ja. En ik begreep ook dat er iets van een tv-scherm is waar de... Ja, er is een soort display. Dat hangt in de hal van de parkeergarage. En daar kun je zien wat het energieverbruik is. Mm-hmm. Ook wat het oplevert. En als het goed is, komt er aan het einde nul uit. Energie-neutraal. Ja. Kun je ook vertellen waarom Van Dalen hier zo specifiek goed in is, in dit soort projecten? We hebben veel specialisten in huis. We richten ons echt op duurzame installaties. Dus niet alleen warmtepompen, maar inderdaad ook het opwekken van zonne-energie. De zon wekt 785 keer meer energie op dan dat wij op aarde verbruiken per jaar. Dus daar valt echt nog wel winst te halen. Ja. En dat is ook het speerpunt voor de toekomst, neem ik aan. Ja. Energie en duurzaamheid zijn een beetje ongrijpbare begrippen. Je kan eigenlijk niet zo jong genoeg mee beginnen om dat goed tussen de oren te krijgen. Nou werken jullie mee aan een techniekdag voor basisscholen. Kun je daar tot slot kort iets over vertellen? Ja, we hebben samen met de Hietweide, een basisschool in Twello, een techniekdag georganiseerd. Daar komt een klas van 22 kinderen, groep 6. Die komen een dagje of een middagje bij Van Dalen. En wij laten ze kennis maken met techniek. Ja. We geven dan ook een workshop. Dus, en wat gaan ze zoal doen? Dan gaan ze een tafelventilator maken. Moeten ze zelf in elkaar zitten en uiteindelijk moet hij het doen. Oké, helemaal goed. Leuk. Ja. Nou Maaike, fijn dat jij een keer hier aan tafel zat. We hebben weer een andere kant van Van Dalen gezien en een ander gezicht. Ja. Veel succes in je rol. Dank je wel. En wie weet tot de volgende keer. Oké. Dankjewel, tot ziens. Tot ziens. Dat het belangrijk is te investeren in je personeel, dat begrijpen ze bij Termen Buslo heel goed. En daarvoor hebben ze een speciale TB Academy opgericht. Wat dat inhoudt, gaan we nu bekijken. Binnen deze Academy stimuleren wij dat onze medewerkers op een plek werken waar ze het beste uit zichzelf weten te halen.
Voor iedere afdeling is het volgen van diverse basistrainingen, cursussen, workshops of leidinggevende trainingen mogelijk. Met de Academy wordt ook inzichtelijk welke doorgroeimogelijkheden je als medewerker hebt en wat er voor nodig is om deze groei te maken. Een mooie investering in jezelf en in je toekomst. Zo zijn er bijvoorbeeld voor onze beauty-medewerkers diverse trainingen en cursussen om te volgen. Zoals een massagetraining, Rasool-cursus, make-up adviesworkshop, trainingen in verkoop en leuke events zoals een beautyavond als kick-off van onze beautymaand. Ja, een mooi filmpje wat we net hebben gezien. Jeroen van der Veen, gastheer, manager bij Termen Buslo. Die TB Academy, kun je daar nog heel kort iets aan toevoegen naar aanleiding van wat we net hebben gezien? Ja, misschien wel goed om te vertellen is dat wij, wat je kunt zien in het filmpje, dat we echt vakmensen proberen op te leiden. En de wellnessopleidingen, is er eigenlijk geen wellnessopleiding. En zo hebben we gemerkt dat we toch veel vakmensen nodig hebben voor onze bedrijfstak. En dan gaan we ze zelf maar opleiden. Ja. En dat heb je kunnen zien in het filmpje. Alle disciplines komen aan bod. Precies. En zo ontwikkelen en leiden we onze eigen vakmensen op voor de wellness. Nou, mooi initiatief. Charlotte Boers, jij bent manager beauty. Ja. En ik begrijp dat jullie bij Indie Beauty ook een enorme groei verwachten. Ja. Hoe kan dat? We hebben vorig jaar al een grote verbouwing gehad bij onze beautyafdeling bij Termen Buslo. Inmiddels is ook onze tweede vestiging geopend en de derde komt eraan. Mm-hmm. En al die mensen worden allemaal opgeleid bij Termen Buslo. Ja. Dat is echt het hoofdcentrum. Dus grote afdeling. Ja. En wat voor opleidingen bieden jullie aan op gebied van beauty? Ja, eigenlijk is het heel divers. We hebben natuurlijk schoonheidsspecialistes en masseurs. We bieden ontzettend veel behandelingen aan. Ook hebben we natuurlijk schoonheidsspecialistes. Wij leiden ook stagiaires op in en uit rondom de regio. Ja. En we hebben ook een sportmassageopleiding. Okay. Dus echt de huidige medewerkers kunnen opgeleid worden tot sportmasseur. Ja. Dus heel breed, zoals ik het absoluut hoor. Absoluut, ja. Jeroen, begrijp ik ook dat jullie dan een samenwerking met de ROC zijn aangegaan? Ja, klopt. Ja, hoe zit dat? Ja, kijk, zij zijn in staat echt vakmensen op te leiden. Wij moeten het er eigenlijk naast doen. Mm-hmm. Dus we hebben de ROC's gevraagd om ons te ondersteunen in die opleiding. Mm-hmm. En daar zie je dus nu bijvoorbeeld de sportopleiding waar Charlotte het over had. De lessen worden verzorgd door het ROC met de supervisie van ons. Oké. Ja, dus het is echt een serieuze aanpak die jullie hier hebben. Ja, absoluut. Echt een volwaardige opleiding. Ja, en is het zo dat, je hebt het dan ook over stagiaires, dus maar verder is iedereen die opgeleid wordt bij jullie in dienst? Of iedereen is in dienst. Wij werken niet met ZZP'ers. Nee. Wij vinden het heel belangrijk dat alle medewerkers de identiteit van Termen Buslo hebben. En wij proberen natuurlijk de stagiaires op te leiden, zodat zij straks kunnen deelnemen aan de bedrijfswereld. Ja. En wellicht ook wel Termen Buslo. Ja, precies. Maar de opleiding die ze genieten, daar kunnen ze verder de wijde wereld mee in. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. En nu hebben jullie wel een aparte setting waar mensen beautybehandelingen kunnen doen. Want schone specialisten zo in je dorp, daar bouw je een bad mee op. En jullie krijgen natuurlijk ook heel veel mensen die voor het eerst bij jullie komen. We hebben eigenlijk wel twee typen gasten. De gasten ook wel in de omgeving. Dus ze kunnen ook alleen los voor behandelingen komen. Ze hoeven niet per se naar de sauna toe. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk gasten die echt voor een dagje komen of meerdere dagen verblijven in ons hotel. En dan heb je wel echt andere wensen. Maar er zijn ook heel veel gasten die meerdere behandelingen boeken. Ja. Ja, daar kun je natuurlijk iets dieper op ingaan. Ja, precies. Ja. Oké, hartstikke mooi. Dit is dan heel even tot slot over de beauty. Maar jullie hebben nog meer afdelingen. Gaan je daar ook een academy dan voor oprichten? Of kunnen mensen daar ook opgeleid gaan worden? Ja, je moet het zien. Die hele TB Academy is heel breed. Over alle vakgebieden komen daar aan bod. Bediening, gastgerichtheidstraining. Maar we hebben ook de saunameesters, waarin je een afkoestraining kunt volgen. En wat het leuke is, op het moment dat je in de bediening werkt
en denk van, goh, ik wil eigenlijk wel wat meer leren van de sauna gebruiken, dan kun je een opleiding volgen tot saunameester. En die bieden we dus intern allemaal aan. En zo is dat eigenlijk alle afdelingen breed. Dus je ziet ook dat de medewerkers uit de bediening nu de opleiding zijn gaan volgen voor de masseurs. En nou, we hebben een aantal masseurs dus in dienst die oorspronkelijk binnen zijn gekomen in de bediening, maar nu lekker aan het masseren zijn. Nou, fantastisch. Dus hier creëren jullie veel beweging, mobiliteit en ruimte voor groei. Ja, absoluut. Ja. Nou, prachtig initiatief. Dank dat jullie daarover zijn komen vertellen en tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Jullie bedankt. Een bedrijf dat heel innovatief bezig is, dat is BBA. Pompen voor Nederland van levensbelang om het hoofd boven water te houden en op vele andere plekken absoluut noodzakelijk om te overleven. Om te zien wat er allemaal mogelijk is bij ons om de hoek, maar ook internationaal. Zo zijn we niet alleen bekend vanwege de dijken en het baggeren, maar ook vanwege de pompen. Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Hun bijdrage in de zorg voor anderen is zeer waardevol. En iemand die daar alles van af weet is Marjolein Ober van Zo Zijn. Welkom Marjolein. Dankjewel. Jij bent vrijwilligerscoördinator bij Zo Zijn. En kun jij aangeven waarom zij zo belangrijk zijn voor jullie? Nou, ze zijn een aanvulling op de professionals in de zorgverlening aan de cliënten. Zij kunnen het extra aandacht bieden, even een extra paar handen zijn, even zorgen voor wat rust en wat sfeer. En dat is onmisbaar binnen onze organisatie. Ja, dus echt voor het mens-tot-mens contact. Ja. Ja. Ja, het kan zijn voor de één-op-één, dat je een maatje bent voor één cliënt. Maar het kan ook zijn voor een locatie, dus voor een woning, zoals Yvonne is. En dan ben je er voor meerdere cliënten. Ja, ja, Yvonne Bos, welkom. Jij bent vrijwilliger bij Zo Zijn. Klopt. Wat brengt het jou om vrijwilliger te zijn? Het brengt mij dankbaarheid. Het feit dat de cliënten zo die laten blijken dat ze het fijn vinden dat ze met jou ergens naartoe kunnen. En dat voelt goed. Ja, ja. Dus het geeft ook weer wat terug. Je investeert wat in mensen en je krijgt dit ervoor terug. Ja, dat klopt. Want wat doe je zoal? Wat is jouw functie, zeg maar? Ik ben op de ontspanningsavonden. Eén keer per maand is de ontspanningsavond bij ons in Wilp. En daar, waar is bij ons? Dat is het terrein in Wilp. Ja. Waar Zo Zijn zit, onder andere. Ja. En dan is er een ontspanningsavond waar dan muziek is, een bingo, de groep 8 uit Twello die daar de eindmusical doet. En dan ga ik samen met nog andere vrijwilligers met de woning waar ik vrijwilliger ben, met de cliënten daar naartoe. Het meeste zit in een rolstoel of die moeten aan de arm naar het gebouw waar de avond is. Ja. En dan ondersteun je ze daarin, zeg maar, zodat ze daar naartoe kunnen. En dan de avond ben je er ook bij? Dan ben je erbij en dan zorg je dat iedereen het naar zijn zin heeft daar. Nou, leuk. Hapje en een drankje en dan weer terug naar de woning.
klinkt als een gezellige avond. Ja, dat is het zeker. Ja. Vooral de muziekavonden, die hebben altijd voor de cliënten echt een enorme meerwaarde, volgens mij, als ik de reacties zie van de cliënten. Ja, mooi. Ja. Nou, dit is één voorbeeld van wat vrijwilligers kunnen doen. Nu hebben jullie heel veel mensen nodig op dit moment. Ja. Kun je eens wat zaken opnoemen waar jullie vrijwilligers voor nodig hebben? Ja, nou, we zoeken veel voor een maatje dat één cliënt echt zoekt. Ik wil dat iemand voor mij komt. Dat kan zijn voor te wandelen of te fietsen of even naar Twello gaan om een boodschapje te doen. Ja. Voor de groep, zoals Yvonne is. Maar we zoeken ook wel vrijwilligers zoals je het niet zou verwachten. Bijvoorbeeld zoekt de pastor. Kosters noemt hij dat. Hij zoekt mensen die één keer in de maand op zondag willen ondersteunen tijdens een kerkdienst. Okay. Stoelen klaarzetten, dat soort dingen. Maar we zoeken ook iemand voor de video bingo die vier keer per jaar cameraman wil zijn en geluid en montage wil doen. Dus soms ook dingen niet per se cliëntgebonden. Ja, heel divers dus. En dan kan ik me zo voorstellen dat je denkt, nou, eigenlijk zou ik best vrijwilligerswerk willen doen, maar ik heb ook nog een baan daarnaast. Om hoeveel uren gaat het? Nou, dat vragen heel veel mensen. Hoe vaak moet ik dan komen? Nou, je hoeft niet te komen. Je moet willen komen. Ja. En dat is heel afhankelijk. Als een cliënt naar een club wil, ja, dan is dat wekelijks. Dan is iemand er echt op vertrouwen. Moet hij erop kunnen vertrouwen? Maar het kan ook zijn dat iemand één keer in de maand of vier keer per jaar zou ook kunnen, kan komen. En meestal wel op een vaste dag of tijd. Maar soms kan het ook heel flexibel. Dus kunnen veel dingen in overleg. Ja, dus als je al het gevoel hebt, ik zou wat willen betekenen, dan zijn er allerlei mogelijkheden. Ja, dat klopt. Yvonne, heb jij nog een tip of een boodschap voor mensen die nu denken, nou, ik zou dat toch wel leuk vinden om vrijwilliger te zijn? Ik zou me gewoon aanmelden. Ja, ik vind het, ja, het is gewoon echt heel leuk. De cliënten zijn dankbaar dat er extra aandacht is. En gewoon doen, ja, zou ik zeggen. Doen. Ja, nou, dat zeg ik ook. En de vacatures zijn te vinden op de website van Zo Zijn. Ja, daar staat een greep uit de vacatures. En hebben mensen interesse, kunnen ze me altijd bellen of mailen. En dan bemiddel ik in een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Nou, hartstikke mooi. En dat is www.zozijn.nl. Nou, super fijn dat jullie het even uit kwamen leggen. En nou, mooi werk wat je doet, Yvonne. En nou, tot de volgende keer. Oké, tot de volgende keer. Vandaag staat het thema duurzaamheid centraal en als je kijkt in ondernemerschap, dan is het aangaan van duurzame zakenrelaties ook een belangrijke succesfactor. En daarover ga ik in gesprek met Jeroen Drent van bouwbedrijf Aansteggen. Welkom Jeroen. Dankjewel. Jullie zijn op dit moment bezig om, als ik het goed heb, 10e project voor PostNL te bouwen. Ja. We zijn heel blij dat iedereen steeds meer via internet bestelt. En dat iedereen verliefd wordt op steeds snellere levertijden. Dus wij mogen met PostNL mee door heel Nederland om overal van die pakketservice locaties te realiseren. En dit 10e, dat bouwen jullie hier in de regio? Ja, de 10e is in Apeldoorn. Ja. Dus hier lokaal. Ja. En wat maakt nou dat jullie door PostNL steeds weer gevraagd worden voor deze projecten? Ja, goede vraag. Wat wij heel erg doen is teams oprichten en dit teams volgen de klant. Dus een vast team die de klant volgen. En in dat team heeft iedereen zijn eigen rol. En iedereen, je ziet eigenlijk dat iedereen dus ook groeit in zijn rol. En dus de klant staat bij ons centraal. En dus luistert iedereen in het team ook steeds beter naar de klant. Als voorbeeld de ouderwetse projectleider die maakt de traditionele planning alleen. En tegenwoordig nodigt hij de opdrachtgever uit en kan de opdrachtgever ervaren hoe de planning wordt gemaakt. De tekenaar maakt in het verleden standaard de 2D-tekening. En inmiddels laat hij de opdrachtgever meekijken in het 3D-model en loop je helemaal zo door zijn eigen gebouw. Ja. Dus echt... Het is teamwork. Teamwork en de klant daarin betrekken. Ja. En dus echt werken aan klantwaarde en dat je ook op hetzelfde level praat met je opdrachtgever. Dat je beide begrip hebt voor elkaar situatie, dat je nog beter aan kunt sluiten op de verwachtingen. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat als dit zo'n 10e project is, dat je langzaamaan in zo'n geoliede machine Precies. Het gaat steeds sneller en steeds beter. Nou, dat doen jullie mooi. Is PostNL nou de enige opdrachtgever waar jullie op die manier zo voor werken? Nee, dat is heel mooi. We hebben inmiddels nu 5-6 keer voor DHL gebouwd. We gaan nu helemaal in Maastricht bouwen. Dus niet helemaal lokaal, maar ook bijvoorbeeld op de Ecofactorij. Daar begonnen we eerst met, wat was het, Racing. En dan zie je dat daarna Van de Scheur komt, dan Broistedt, dan Ameco. En we werken inmiddels weer aan het volgende traject, dat dan mooi de volgende keer besproken kan worden. Je ziet echt teams per locatie of per klant en
die verhuizen dan mee. Ja, ja. Oké. Okay. En is het dan ook zo dat je dat zich dat dan rondspreekt op zo'n ecofactorij van hey, daar wordt goed gebouwd door aanstekken? Ja, ja. Moest ook maar eens doen. Wie goed doet, die goed ontmoet. Ja. Ja. Hey, nou ja, nu je dit zo mooi zegt, wat is jouw visie op het aangaan van zo'n duurzame zakenrelatie? Ja. Ja, zelf gooi ik altijd met ziel en zaligheid in. En wat wij verder proberen is zo goed mogelijk aan te sluiten bij de klantverwachting. En dan wel proberen meerwaarde te leveren. En de ene keer is dat in innovatie. Hè, bijvoorbeeld wat we net bespraken met Van Dalen. Een energie-neutrale parkeergarage. De andere keer is dat voor Ameco. In een soort recordtijd het nieuwe bedrijfsgebouw realiseren. Dus echt het overtreffen van de verwachtingen. Ja. Nou, dat doen jullie goed. Dat is mooi om te horen. Nou, als jullie zo bezig gaan, dan zit je de volgende keer weer hier. Ja, graag. Om weer over een nieuw project te praten. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En dan is het nu weer tijd voor Jan de Kroon met zijn geheel eigen visie op mobiliteit. Vandaag winterbanden. Zeker. Met slecht weer, met kou en met gladheid. Het verbetert je weggedrag van je auto. Het profiel voelt het water beter af. Daarnaast wordt je remweg vele malen korter. En als het echt glad is of er ligt sneeuw, heb je veel meer grip. En je stuurgedrag van je auto blijft gewoon veel beter. Als jij in de zomer met winterbanden rijdt, gaat je auto meer brandstof verbruiken. En rij je in de zomer netjes met zomerbanden. Met een goed profiel en een goede kwaliteit band met een wat bij je auto past, dan bespaart dat zeker brandstof. Maar daarnaast is het net zo belangrijk om je bandenspanning gewoon goed op peil te houden. Dat betekent niet dat je elke week bij het tankstation je bandenspanning moet laten controleren, maar één keer in de maand zou ik het wel laten doen. Ten eerste moet je kijken naar je portemonnee. Heb je een budget daarvoor en zeg je van nou, ik wil graag winterbanden, dan ga je kijken naar wat is er te koop. Wat kan mijn autobedrijf ons leveren? Wij kijken bewust naar het aantal kilometer wat iemand rijdt. En aan de hand van het aantal kilometers en het budget wat je voor kwijt wil, gaan we een advies geven van nou, wij willen nu een Goodyear aanbrengen. Of wij willen een Michelin of een Pirelli. Of we kiezen toch voor een B-merk. Gewoon een eigen merk van een bandenfabrikant. Minder bekend, maar dat kan ook heel goed zijn. En als jij de auto als particulier gebruikt, en je hebt een kilometrage van max 5.000 tot 10.000 per jaar, dan kan dat ook een hele goede optie zijn. En als je nou tweedehands winterbanden gaat kopen op Marktplaats, kijk goed naar het profiel. Want je kan beter een goede zomerband hebben dan een versleten winterband. Denk je stedendriehoek, dan denk je cleantech. Althans, dat is wat de gemeente Voorst voor ogen heeft. Harjo Pinkster, welkom. Je bent wethouder bij de gemeente Voorst. Goedemiddag. We hebben het bij Sky Regio al vaker over cleantech gehad. Kun je toch nog heel even kort verwoorden wat het betekent voor een regio om cleantech te zijn? Ja, dat wil ik. En laten we dan beginnen om te zeggen, het gaat natuurlijk niet die gemeente Voorst. Het is de regio van een aantal samenwerkende gemeentes, tot voor kort stedendriehoeken dat genoemd. Die hebben gezegd van wij willen de cleantech regio zijn. Ja. En ja, je kan dat denk ik op verschillende manieren invullen, maar laat ik het gewoon maar voor mezelf invullen. Samen naar een schone toekomst. En dat kan zich natuurlijk op allerlei manieren kan dat uiten. Maar deze regio die staat erop voor dat ze samen met onderwijs, bedrijfsleven en overheid zich inspannen om ook in de toekomst een schone, leefzame, duurzame regio te zijn waar het goed is om te ondernemen, waar het goed is net om te wonen, mm-hmm. waar het goed is net om samen te leven. Ja. Nou, organiseren jullie op de tweede dinsdag in april weer de Cleantech Congres. Ja. Hoeveelste congres wordt dat? Derde? Ik geloof dat het de vijfde inmiddels is. Dat, ja. Ja. En dat organiseren jullie dit jaar gemeente Voorst samen met gemeente Epe. Klopt. Wat gebeurt daar op dat congres? Nou, een congres zegt het net al, daar komen altijd inderdaad een heleboel mensen komen daar en dat bij elkaar. En ik zou zeggen, de congresdeelnemers zijn natuurlijk inderdaad aan het netwerken rondom dit thema. Maar zijn zich ook inderdaad aan het verdiepen rond dit thema en laten zich inspireren voor de zaken die daar plaatsvinden. Mm-hmm.
Want meestal is het inderdaad een congres met een aantal ertoedoende sprekers. Maar meestal is dan de rest van de dag gaat men op locatie om allerlei zaken te bekijken. Dan wel in workshop in kleinere groepen zaken te bespreken. Ja. En dat gaan wij dus net in april volgend jaar, zoals u al zei, organiseren. En dat allemaal als doel om deze regio zo'n schone regio te maken. Ja, ja. Het is goed is om daar jaarlijks de aandacht voor te hebben, maar met dien verstande dat Epe en Voorst ook gezegd hebben van ja, het gaat niet alleen om dat congres om het zeg maar te organiseren voor de bobo's, ja, maar het gaat er juist inderdaad ook om te zorgen dat, nou laat ik me misschien het beste verwoorden, er heeft ooit een keer iemand tegen me gezegd, die cleantech gedachte die mag nog wel meer in de hoofden en harten van alle inwoners. Juist, want daar doen we het uiteindelijk natuurlijk voor. En dat het niet beperkt blijft tot zo'n precies, congres. Ja. Ja, en vandaar ook dat we een aantal zaken willen gaan organiseren, samen met het onderwijs, samen met het bedrijfsleven, dat inwoners daar ook, en dat, ja, dat die er ook natuurlijk over na kunnen denken, mee bezig kunnen zijn. Maar vooral denk ik in dat op gang brengen van, goh, cleantech, wat betekent dat nou voor mij? Precies, want wat zijn ideeën? Hoe krijgen we het nog meer helder, wat cleantech voor ons als inwoners betekent? Ik heb zo net eigenlijk inderdaad al een leuk voorbeeld gehoord. Dat er een onderneming zich in verbinding stelt inderdaad met een school. Om daar te vertellen wat die schone technieken allemaal dat kunnen inhouden. Mm-hmm. Wat die schone samenleving kan inhouden. En het is een heel breed begrip. Maar je kan energie besparen. Dan heb je het niet meer nodig. Je kan energie schoon opwekken. Zodat je geen fossiele brandstoffen meer nodig hebt. Je kan duurzaam omgaan met je materialen, met je middelen. Hergebruik. Als we afvalstoffen grondstoffen gaan noemen, dan krijgen ze een heel andere, dan krijgt dat en dat een heel andere rol. Dan kom je op circulaire economie. Maar nog eens ook hergebruik inderdaad van middelen. En waar we natuurlijk ook aandacht aan willen besteden, dat is inderdaad schone mobiliteit. Mm-hmm. Want als ik het goed begrijp, zou het zo moeten zijn dat we met elkaar, inwoners, ondernemers, onderwijs, gemeente, iets hebben van, joh, over 50 jaar moet het hier gewoon nog steeds prettig en schoon wonen zijn. En daar voelen wij ons met elkaar verantwoordelijk voor. Ja, want als de overheid en dat het dan doet, doet de overheid het niet voor zichzelf. Mm-hmm. Maar de overheid is er voor die inwoners. Ja. En dat die samenleving, en daar, dat, maar goed, dat kan je niet alleen, dat probeer je te doen met de inwoners. Want als u of ik ook niet in dat nadenken, wat wij dat heel klein kunnen doen, die dingen zijn belangrijk. Maar ook de grootschalige activiteiten die daarvoor nodig zijn, is ook, en dan heb je de overheid en het grote bedrijfsleven en het onderwijs ook daar weer voor nodig. Dus het, kort gezegd is cleantech ook een omwenteling van gedachten, een mindset. Van nou gaan we met elkaar dat zo doen. Mindset, maar dan niet alleen in de mind, maar ook in het handelen. Die zich uit in het handelen. Ja, precies. Ja, precies. Nou, dus het is nog een mooie weg te gaan, denk ik, om dit zo voor te krijgen. En een leuke uitdaging dat wij dat in dat dan volgend jaar op de, weer met elkaar met Epe op de kaart in dat kunnen zetten. Ja. Nou, ongetwijfeld gaan we het daar nog een keer over hebben hier in Sky Regio. Graag. En dan wens ik u voor nu veel succes. Dank u wel. En tot de volgende keer. Dan is het alweer tijd voor onze laatste gast van vandaag. En dat is ook onze gastheer, Tony Leurink, Intermontage. Goedemiddag. Ja, dankjewel voor de gastvrijheid hier. Ja, graag gedaan. Is leuk om te doen. Ja, we gaan zo in gesprek, maar we gaan ook eens even kijken hoe mooi het hier uitziet bij Intermontage. Want we hebben daar een klein filmpje van.
Ja, dat ziet er hartstikke mooi uit, Tony. En ik mag je ook feliciteren, begrijp ik, want jullie bestaan 40 jaar. Ja, we hebben onlangs het 40-jarig bestaan gevierd, 23 oktober, ja. Afgelopen. En hoe hebben jullie dat gevierd? Met de pet tegen de zolder, zeg maar. Dat betekent? Nou ja, we hebben natuurlijk 2,5 jaar geleden een flinke opening gehad hier van het nieuwe pand. Ja. En wij doen altijd om de 10 jaar, als we 10 jaar zeg maar weer bestaan, hè, 30, mm-hmm. 40, geven we ook voor het personeel natuurlijk een groot feest. Yeah. En hebben we dit keer ook gedaan. Wel gemeend om nu wat te combineren met wat outdoor toestanden, zeg maar. Hè, slipcursus, buggy rijden, segway rijden. Maar ook lekker eten en vervolgens een popquiz in de avond, waar iedereen zo langzaam iedereen wel in de Polonaise meeging. Oké, dus dat is met de... Met de pet tegen de zolder, ja. Dat bedoel ik, ja. Nou, hebben jullie het goed gevierd? Dat hebben we goed gevierd, ja. Ja, nou ja, 40 jaar Intermontage. Kun je ons even kort meenemen in die 40 jaar, ja, hoe zich dat ontwikkeld heeft? Dat is natuurlijk wel snel gegaan als je terugkijkt, maar 40 jaar is natuurlijk wel een heel eind. En begon in 1977, dat is niet zo moeilijk terug te rekenen, denk ik. Ouders zijn begonnen op een slaapkamer. Hij deed eerst altijd werkzaamheden voor een concurrent van ons, die nog steeds bestaat. En dan moest hij verschillende bedrijven opstarten in Duitsland en in België. Mm-hmm. En toen hij weer iets moest doen, heeft hij gezegd, ik begin voor mezelf. En dat iets, wat is dat dan? Ja, een bedrijf opzetten weer in een buitenland. Okay. Zeg maar, telkens een vestiging opbouwen voor dat bedrijf. Ja. En toen heeft hij gezegd, van, dat ga ik niet meer doen. Ik ga voor mezelf beginnen. Dat was in 1977. En toen heeft hij eerst in de montage gewerkt voor het bedrijf waar hij wegging. Yeah. En uiteindelijk van daaruit heel langzamerhand een eigen wand ontwikkeld, plafonds, klussen aangenomen. En telkens bezig geweest om disciplines in huis te halen dat je zelf alles kunt doen. Mm-hmm. Daar zijn we al die jaren ook mee doorgegaan. En dat begon dus op de slaapkamer eerst en toen naar een schuurtje hier in Terwolde. Vervolgens mochten we hier op dit terrein 1000 vierkante meter huren. Dat vonden we al heel wat. Yeah. En toen ging de Stocking meubelfabriek die hier zat, ging failliet. En toen kwam de oud-eigenaar, die had de panden nog en die vroeg aan senior van wil je de panden kopen? Ja, die had het geld er niet voor. Kreeg de bank toch zover en uiteindelijk hebben we het hele terrein gekocht. Ja. En telkens aan het uitbreiden geweest en tijdens die uitbreiding ook steeds meer mensen aangenomen. Ja, want op alle disciplines. Je vader is het begonnen. Met de moeders, ja. Met je moeder. Met de ouders dus. En, ja. en jij runt het nu al heel wat jaren met je broer. Samen met de broer, ja. 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 Onze ouders zijn relatief vroeg overleden, heel jong zelfs. Maar we zaten gelukkig al wel zover in het bedrijf dat we het eigenlijk door konden zetten. Ja. In de geest van. En we denken dat we dat ook op die manier hebben doorgezet kunnen hebben. Ja. Om die gedachtegang te volgen. Ja. Mooi. En waar staan jullie nu? Met de beide benen op de grond, denk ik. Ja. Ja, iemand heeft eens een keer tegen mij gezegd, ja, we moeten naar Parijs. En toen hebben wij gezegd, van, laat ons maar met beide benen in de klei staan. Lijkt ons een betere optie. Mm-hmm. En van daaruit met die gedachte, dat van, jongens, het is gewoon hard werken, mooie producten maken. Ze vragen ook heel veel vaak aan mij, wat wil je nou eigenlijk? Ik zeg, ja, wat ik eigenlijk wil is wat we nu doen. Mooie werken maken, met een glimlach uiteindelijk rondlopen als het werk opgeleverd wordt. Ja. En op naar de volgende. Ja. En dat we uiteraard nog natuurlijk een paar cent willen verdienen, dat staat buiten kijf. Ja, precies. Ja. Daarvoor ben je ondernemer. Dat willen we graag. Ja. Ja, en dan kun je ook weer investeren. Ja. En hoe ziet de toekomst eruit? Want staat er al een volgende generatie klaar? Ja, dat is een goeie, want die staat inderdaad klaar. Want we hebben dit gebouw natuurlijk 2 jaar geleden gedaan met een x-aantal gedachten. Het oude gebouw voldeed niet meer. We wouden het klaarzetten voor de toekomst. Dus als de crisis, want het was midden in de crisis, hebben we dit gedaan. Als de crisis voorbij was, wouden we graag vooraan staan. Dan, ja. Dan met al onze producten. Maar ook een van de zwaarste afwegingen was natuurlijk, we moeten het klaarzetten voor de toekomst van onze opvolging. Ja. Want die timmeren, die kloppen op de deur. Ja. En mijn beide kinderen zitten al in het bedrijf. Die van hen die zitten nog op school, maar die zitten er ook aan te komen. Okay. Dus het is wel degelijk, zijn we daarmee bezig al om daarop te sturen. Ja. En dat is natuurlijk voor een familiebedrijf, want dat zijn we en daar willen we graag blijven. Ja. En dat is ook zit ook in onze visie, zeg maar, het warme gevoel van het familiebedrijf. Willen we dat natuurlijk graag doorzetten. Ja. En mooi dus dat de volgende generatie daarvoor in is. Dat ja, is ook maar afwachten. Ja, dat is altijd afwachten. Dat is als het ware gegroeid. Niet gepusht, maar wel, ze hebben daar ambities in. Ze hebben ook de leerrichting voor gekozen. Tenminste, in ieder geval de zoon ervan, van mij, van ons. En die vinden dat, die zitten nu al een tijdje in het bedrijf en die vinden het echt allemaal geweldig wat er gebeurt. Ja. Moeten veel leren nog. Maar goed, daar hebben we ook nog even tijd voor, als iedereen gezond mag blijven. Ja, vooral dat. Dat is dan belangrijk. Ook nog een dingetje. Ja. Ja, maar als ik het zo hoor, dan
kun je zeker nog weer een keer 40 jaar vooruit. Nou ja, dat is zeker de bedoeling. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel, Tony. Ja, dankjewel. Ja. Ja, hiermee zijn we alweer aan het eind gekomen van deze Sky Regio. We zijn zoals gewoonlijk er weer doorheen gevlogen. Ik bedank alle gasten voor hun aanwezigheid hier. En Tony, nogmaals dank voor de gastvrije ontvangst. En u natuurlijk hartelijk dank voor het kijken. Deze uitzending van Sky Regio is ook te zien op skyregio.nl, vorst.tv en stedendriehoek.tv. Graag tot de volgende keer. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Nieuwsblad Stedendriehoek.